Hallo, hallo. Ik ben naar de Colruyt geweest daarnet voor onze wekelijkse boodschappen. Misschien een beetje dichter. Oké, voilà. Ik ga beginnen met het vlees area. Dus ik ga van de week tagliatelle maken of macaroni met ham en kaassaus. Dus kip voor mij en varkensvlees voor de rest van de familie. Dan heb ik voor vandaag voor mij kippenburgers mee, 4,02 euro. En voor de rest heb ik de, hoe noemt je, kaasburger varken mee, 4,68 en 3,21. Gekapt mee voor ja, een ovenschotel of gewoon een broodje, een hakbroodje te maken. En dan hopelijk twee pakken dat ik toch eventjes voorkom met de kippenfilets. Dat voor het vlees. Dan heb ik Kellogg's mee. Ik heb terug deze met chocolade, choco schaaltjes, want de andere lusten ze niet. Huh? Dan 4 potjes Aiki noodles. En ze hebben hier graag de barbecue smaak. Deze heb ik mee voor mij voor onderweg als ik ga werken, zo tussendoor. M&M's zakje. Dan vroeg de jongste naar deze Mikado. Ze zijn wel nog best prijzig. Deze heb ik ook graag. De Mac-pijpjes. Dat is met marsepein en chocolade. Lekker, lekker. Lotus. Ik zou nogthans moeten vermageren. Allee, moeten. Maar ik voel me nog steeds goed. Dus het komt er gewoon niet van. In de koekjes heb ik deze nog eens mee. Dat is lang geleden. Stroopwafeltjes. Maar het zijn harde, dus ik weet niet of dat ik ze wel echt ga lusten. Maar ik wou ze toch eens proberen. Dan heb ik ook terug een groot pak koffie mee van Douwe Egberts. Van die aluminiumcapsules voor in de espresso machine. Dan heb ik deze mee, dat is hier bij de non-food. 2 maal haargel, maar dat ga ik dan in het vervolg nemen van de envelop uit, hoe noem het, de huishouding eigenlijk. Maar deze envelop ga ik maken voor de maand februari. Omdat dat toch niet echt bij mijn wekelijkse boodschappen behoort. En dat maakt toch wel dat mijn budget vlugger op is. Want het is ook per stuk. Nu aan het denken op de prijs. Ik zal het er hierbij zetten. Ik was nog aan het twijfelen om daarvoor naar het kruidvat te gaan. Maar normaal gezien, de Colruyt zegt van zichzelf dat ze de goedkoopste zijn. Dus ik ben niet meer expres gereden naar het kruidvat, want dan verrijd ik mijn benzine ook nog eens. Dan heb ik een brood gekocht. Ik ben niet naar de bakker geraakt dit weekend, dus, want ik moest werken. Dus ik heb daar een broodje gekocht. Bananen, druifjes, van die tomaatjes om zo gemakkelijk op te eten. Een zak wortelen, stond ook in de reclame. Dan heb ik een beetje melk mee. Activia met graantjes heb ik eens mee. En deze had ik eigenlijk wel zin in. Niet dat ik het nodig had. Het is een want, geen niet. Maar ja, ik bleef in het budget, dus ik heb ze mij meegebracht. Ik heb bakboter mee, maar dat is reserve, want ik heb er nog in de frigo. 2 maal appelmoes in een pot. De jongste moet veel pilletjes nemen en we merken met een schepje appelmoes gaan ze nog zo vlotjes binnen in plaats van met yoghurt. En normaal gezien maak ik ook wel zelf appelmoes, maar ik moet zeggen, ik heb nu eigenlijk geen appelen uit de tuin voor appelmoes te maken. En deze is dan vlug 's morgens open gedaan, een schepje of in een potje vullen. Buiten anders altijd verse appelmoes maken. Ja, het zou kunnen, maar ik heb er nu toch maar voor mijn gemak gezorgd en ik heb potjes mee. De papa van de jongens vroeg een geitenkaassalade. Dus ik heb deze mee. Deze kost rond de 5 euro voor zo'n potje. Dat is ook altijd lekker bij zelfgemaakte pudding, fruitcocktail. Wel een hele pot. In de Aldi kan je kleintjes kopen. Maar ik ga nu ook niet expres naar de Aldi daarvoor rijden. 2 potten van de witte bonen in tomatensaus. Je ziet ook wel regelmatig het merk Everyday voorbij komen. Om Everyday is wel het huismerk van de Colruyt, de goedkoopste. Anders heb je het merk van, ik heb hier nu niet direct staan. Ah jawel, hier
Boni is ook zo'n merk van de Colruyt. Maar deze is dan wel iets duurder dan de Everyday. Idem met een hele zak kaas. Dus voor in de kaassaus met de spekblokjes en de macaroni. Dit gaat ook nog van het budget afgaan van de dieren. De kat zat zonder natte voeding. En dan heb ik nog mini Fantatjes mee. Ik ga een keer die minis proberen, want ze doen soms een blikje Pepsi open en daar word ik heel boos van dat ze dan maar de helft uitdrinken. Wat doe ik dan? Ik heb zo in de IKEA van deze dingetjes gekocht. Een soort dekseltjes. Dat past er heel goed op een blikje. Ik heb nog een kleinere soort ook. Maar die staat nu in de frigo met een halve citroen. Dan heb ik spuitwater minietjes mee en spuitwater grote. Dus dit is mijn shoplog. Mijn producten zal ik zeggen voor deze week. En dan gaan we eens kijken naar ons bonnetje. Waar heb ik het gelegd? Ik neem jullie direct maar mee. Hè. Hier in de handtas. Zo. Het bonnetje. En ik had een totaal van 140 en 11 cent. Dus ik heb voor deze week nog, een beetje nat, nog een 10 euro over. Dus voor als ze iets kleinigheid nodig hebben, dan kan ik het nog met het budget. Blijf ik er binnen in het budget, hopelijk. Want voor de volgende maanden ga ik mijn boodschappenbudget wel een beetje verhogen. Omdat met 4 mensen, ik kom er gewoon niet. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, is dat wel nodig? Is dat wel nodig? Ja, niks is nodig, maar ik budgeteer ervoor en dan koop ik wel graag eens iets extra. Oké, bedankt voor het kijken naar deze shoplog. Ik hoop jullie graag te zien in een volgende. Bye bye!